Nou, ik zit hier in een Sint-mobiel die Sinterklaas fijn hier heeft laten staan. Hij heeft enige schade al gereden, zo te zien. Uitlaat heeft hij er onderuit getrokken. Het wordt tijd om toch maar een keer gebruik te maken van het ding. Oh, hij staat nog in de versnelling. Oh, stop. Nou, die gaan we even opnieuw proberen. Nou, leuk was een titje. Nou, hij rijdt nog steeds prima blijkbaar. Oh, what the fuck. Alle pepernoten liggen er ook nog in. De muziekinstallatie heeft Sinterklaas er ook uitgetrokken. Die zijn we kwijt. Op de achterbank nog allemaal schimmel. Maar ja, als het goed is hebben we in ieder geval vandaag een eindje verderop een crossbaan tot onze beschikking. Dus dan gaan we even kijken of deze een beetje geschikt is voor offroading. Nou, de Corsa zit vastgeknupt. Hallo. Met sleeptouw hier zo. Nou, waar gaan we in? Hallo, is dit taxi? Ik ga mee in taxi. Ja, je bent gevroren vandaag. Ja, het is natuurlijk. Ja. Wie wil er rijden? Ik heb nog nooit in de hok gevuurd. Leuk hè, jongens. Met die jongens op de net ook. Dit is dus waarom Dirk niet mag rijden. Nou, kom, ja. Oh. Ik zie niks, je kunt zien man. Ja, ja, je moet halen door die gratis doeken, dat is mooi. Ja, kill. Oh. Oh. Pas op, pas op. Kan hem, kan hem. Nee, man. Denk ik niet daarop, die schat. Holy shit, oh, ik heb een schat. Deze verging is niet zo goed voor mij. Ja, ik heb die kachel aangezet. Oh, holy fuck! Oh, mijn kop! Ah, rem maar, ik ga er niet bij in. Oh, mijn kop! Ik wil er niet meer in! Stop! Wacht echt totdat je het stuurt. Totdat je het bestuurt waar je het raakt. Oh, die schans is echt. Even pauze man, ik hou het niet meer. Ik zit met één arm zo naar die gordel heen zo. Oh, holy fuck. Ik heb denk dampen aan de voorkant. Mooi. Holy shit. Oké, hij dampt een beetje. Oh, die hele bumper. Oh, God, zo mee. Ben je kop gestoten? Oh nee, de hele kenteken. Lekker band! Ja! Kutzooi! Ik zie dat een lekker baan. Hoor, als je hem al van de vellen gaat. Hey, ik ga dit trouwens helemaal niet doen. Ik sta er al. Is dat nog te fixen? Kom maar na. Nee, hier. Dat is gewoon prima. Dat is gewoon weer goed. Oh, dan lach eens even. We vergeten echt belangrijkste shit ooit. Hij wil niet. Ik heb net gered. Die zit helemaal vast om de naaf. Ga dan slaan jongen, pis neer. Wat de fuck? Oh, dat gebeurde iets.
Oh, daar ligt hij. Ah, maar hier is. Nee, hier, kijk, daar kan. Ah, dat werkt echt perfect. Waar is de kruk? Een zieke camera. Dat heb ik zo gepland. In de remschijf hap de pin. Hier dan, een klein stukje. Oh ja? Ik dacht van, what the fuck, hoe kan. Oh. Kun je wel opnieuw beginnen? Godverdomme! Al dat werk voor niks. Al dat werk. Ik ga twee keer slingen. Hou je bek. Gewoon naar elkaar. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Die zijn allebei iets met elkaar toe, dan heft aan elkaar weer op. Godverdomme. Hij zit eraan. Wat is dat? Wiebe, dat is verkeerd om. Zo past het allemaal, ja. Even op het moment draaien of niet, Julia? 150 Newtonmeter. Ongeveer vast aan een beetje. Zo. Kleine tijd dit. Ah, al trek. Nou papa, waar gaan we naartoe? Pas op jongens. Schat. Wat doet hij? Ah, niet zoveel. Ja, hij staat eventjes niet op dit moment. Hij moet even opdrogen. Hij staat zo wel, ja. Hij is nu wel goede temperatuur. Ja! Yeah! Hij was gewoon even geschrokken. Dat was gewoon ja, de schrik. Hey. Dit was kut, veilig aan de gemiddelde vrouw achterstuk. Hij is uitgevallen. De OEA aan het koel. Lubben niet meer? Ja, hij is uitgevallen. Nee, dan moet je even wachten. Had hij net ook. Even geld. Wat is er? Waar is de bumper? Huh? Zit er geen koelwater in? Nee. Digga toes. Nah. Hij wil. Ja. 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 Wel goed mikken, hè? Daar heb je een beetje moeite mee. Die koeler bleef geen water meer in zitten. Het loopt er allemaal uit. Ik nou, de koeler was leeg. Oh ja? Ja. Had ik niet gedacht eigenlijk. In principe, om helemaal af te laten koelen, kool aan een randje. Jij blue. Oh, dat vind ik lekker. Nee, stop maar! Zit Subaru er even voor? Ja. Subaru merkt wel baas, hoor. Ja. Ja, ik zal de Subaru er even voor zetten. Ja. Service waar? Hij stopt al bij jou, nee. Tal. Oh, hey Julian! Naar achteren dan in één keer! Kom maar! Kom maar! Yep. Ja! Stop! 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 Stop man! Oei oei oei! Morgen kan wel niet echt met last of zo. Oh kut. Wat moeten we doen? Trekken? Ja, doen. Yo. Nothing on the air. Het is helemaal. Die gaan even de bumper zoeken. Iemand kopen, nieuwe Opel Corsa bumper. Altijd van een oud vrouwtje geweest. Ik kom eens aan. Kom, nog meer zooi. Hoeveel hebben jullie gevonden? Ja, yeah! Film. Hey. Oh. Hij staat ertussen. Sorry!
Oh, hier kun je zakken. Hier kun je... Hey, laatst doe even poort omhoog. Wie... Oh, die loopt wel leeg, hè. Wat is er gebeurd? Ja, een beetje warm. Oh, alweer. Het ding lijkt ook aan een beetje olie. De klepduitsverpakking is daar. Oh, lekker. Zullen we even de motkap eraf breken? Ah, wat doe je nou? Kom op, kom op, kom op, kom op. Meneer, jij hebt geen goede auto verkocht. Wanneer je scout is, niet start. Ik heb niks geen power meer, jongen, dat ding. Hey, hey! Perfect. Slap touw eraan en dan gooi erin. Ah, godverdomme. Ik trap die keel zacht van zijn motor af, hè. Dat ligt allemaal op. Maar niet in de auto. We kunnen de bumper even demonteren. Ja, dat kunnen we wel makkelijker bij de radiator als we die bumper even afhalen. Misschien nog beter idee. Wat dan? Ik heb hier een springbeeld naast huis. Ja, mooi gedaan. Moeten we denk ik even aftrekken. Ja. Oh, nu kun je ook wel zien dat die radiator een flinke tik heeft gehad. Ja, een beetje drek. Maar dat koelt. Kijk, nu is die mooi kaal. Nu moeten we eigenlijk nog even die auto zelf van de bulder af zien te krijgen. Oh, hij trekt het niet. Oh. Ja, eigenlijk moeten we even wachten op onze servicewagen die daar volgens mij aankomt rijden. Waar de fuck zijn jullie mee bezig? De hele keer heeft het ding vastgejaagd op de bult. Oh nee, Julian! Oh nee! Kut! Ah, dat komt wel goed, dat komt wel goed. Oh, is dat... Wat is er gebeurd? Ik heb die hele kork is gewoon afgescheurd. Ik heb het vermoeden dat deze auto daar niet helemaal op bedacht was. Gefixt! Ik kan niks meer van zien! Plan de campagne, we halen dit. Tot aan dit halen we er gewoon af. Want hij is toch niet nodig. En dan die radiator, dan misschien dat we die uit de Agila passend kunnen maken of zo. Ja. Even hey, oh, ik kom daar! Die moet even daar. Nee. Hey. Dat is goed. Kijk, dan zo bij de radiator. Dit is de radiator, als je de performance wil verbeteren, doe je gewoon even zo. Dan heb je meer oppervlak, zeg maar. Meer oppervlak is meer koelen. We kunnen even die slang eraf staan. De mongel zo. Hé, hey, wat doe je nou dom, jongen? Ja, wat boeit... Dan scheur je die slang toch. Ja, wat boeit dat nou, joh? Gewoon de... Donder... Ah! Wat zijn we hier nu voor? Wat is jouw probleem? Oh, hij pist. Wat ben je aan het doen? Hobbyotis. Hobbyotis. Nee, dat is ook wel kapot. Hoezo komt hier zoveel drek op? Hoe kan dat? Even diagnose stellen. Hij is dood.
Oeh. Nou, even een comparison met de Aguila koeler. Moet je deze nog gebruiken dan, of niet? Nou, maar deze is waarschijnlijk niet meer te fixen, of wel? Nee. Ik kan zijn radiator. Hey, hij heeft zijn bumper erop. Zit weer goed. Alleen kenteken. Alleen kenteken nog. Ik heb eigenlijk een beetje duct in nog, want hij houdt hem niet meer zo goed vast hier. Oh. Niet meer zoveel zin in. Die houdt hem niet meer zo goed vast. We hebben nog een bumper die gedemonteerd moet worden. Oké. Okay. Sukkel, je hebt hem ook om de balk heen, of niet? Je achter zit. Ja, jawel, je hebt hem om de balk heen. Oh, je bent ook een... Ja! Ja! Automonteur, radiator, kabinet, remleiding. Distributieriem? Ah! Oh, goh. Kijk, Timon, ik heb een armbandje voor jou gemaakt. Kijk, zo om je arm heen doen. Oh, kan ik ook om mijn nek heen doen? Jongen, doe nou losmaken. Ja, ik zie toch geen kut. Ja, dat is maar goed ook. Ze zullen helemaal afgeleid zijn. Ja, dat blok dat zweet ook als een gek, of niet? Ja, dat moet ook. Anders weet je toch niet of er olie in zit, of niet? Oh. Kom een vonkje. Yo. Tada. Waar de fuck gaan we deze vastmaken? Nee, maar ik wil een hele ding met pijpen en al. Pijpen? Vieze vuile homo, man. Nou, pijp 1. Ja. Scheur dat ding gewoon af. Nee, je moet hem niet afscheuren. Jawel. Je moet hem houden. Trap hem naar die kram. Bijna, ja. Ja. Ja, doe ze echt goed. Ja. Ja, Dirk, zo doe je dat, jongen, mijn god. Ja. Deze buis, die kunnen we letterlijk alleen al. Hier, let op. Hier, ah. En dan die andere. Doorbij. Zo. En dan. Nou, deze hebben we dus nodig. Ja. Dit is onze. En die moet dan zeg maar zo ergens. Zo. En dan yo. Kunnen we niet even met jouw auto even naar de kwijt? Pak even die spullen die we net gekocht hebben. Vandaag hebben we deze gekocht. Ja, een dikke parkas is fucking handig voor alles vastmaken wat niet vast zit. 26,5 kilometer aan gaatjesband. En dat hebben we allemaal gaan we gebruiken voor de radiator. Best, volgens mij werkt dit zo. En dan moet je die erop drukken. Kenteken hebben. Ja, dit werkt me toch, jongen. Gefixt. Alleen de bumper dit nog een beetje los. Hallo. Hé, waar is die zaag van jou, Jul? Dit ding zit nog steeds in de weg. Hé, doe aan. Hé. Ja, hij hapt een beetje. Hij is een nieuw rijden. Dit nog nodig, dit stukje. Jongen, wat is dat voor heel strak dat het zit. Ja, nu moeten we alleen zorgen dat we die slangen nog in orde krijgen. Julian, daar was jij zo goed in. Is die zo, Rick? Hoe gaan we dat dan doen? Zo. Is niemand secondenlijn mee? Of wat? Anders spullen goed plakt. Hier. Als we die dan zo doen, doen we hier zo, doen we zo'n stukje ertussen. Doen we een stukje afzagen, doen we zo pap pap. Bij dat streepje. Bij dat streepje. Hey, schijn is bij! Nou, snij hem anders even iets in. Ja, dat kan makkelijk. Tijger het erom in. Ja. Oh, ik maak het schoon. Kijk, het is schoon. Ja, dat werkt nog niet. Lukt geen water meer. Stop nou. Dit zit echt hartstikke goed eroverheen. Het kan niet beter. Nee. Kijk dit. Ik ben gewoon geen moeder. Je komt dan knetterdol. Nou, lieve Zaaf, ik kan dat wel. Hier komt de monteur. En dan krijgt hij hem niet omheen, want dan krijg je hem niet wit genoeg los. Omdat de watertank verzet moet worden, maar dat wil niet. Yo. Pak nog eens een tank. Ja, ik zei toch dat niet wel. Ja, pak andere tank dan. Doe zelf. Was dat niet cheat? Nee, dit lukt. Let op. Ja, nou, jij die kant, ik deze kant. Ja, dat heeft toch geen zin zo? Ja, nee. Let op. Wacht. Zou ik dat eens doen, Dirk? Wel bovenop. Met je aids waterpomptang. Oh, wacht, Kemal. Ja, nu ben je al te ver, Dirk. Nee, zo is het goed. Nee, ja. Dat is niet goed. Wel goed. Ja. Ja, zo. Ja. Prank hem, John. Kijk, wat ben je helemaal aan het doen? Ik ben een ruit aan het krabben. Ik heb er een stand van. Maar in ieder geval nu de onderste slang nog. Ja, die is te dik. Mooi andere slang. Ja, hier ligt nog een stuk. Oh, die is helemaal niet te dik. Nou, let op, hè. Yo. Ja, maar die blijft niet zitten. En of dat blijft zitten? Nee. Jongen, dit vaatje kan je toch ook gewoon verplaatsen? Trekken, 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 trekken. Dat wou wel.
molesteren dit hele ding. Nou, kijk. Hé, die kugel opklikken, hè. Doe dan. Doe anders. Doe anders even. Nou, hé. Ja, hier, let op. Ja, kjellen we. Perfect. Jongen, niet hier. Deze moet helemaal niet hier omheen. Wel. Zit dan toch een andere radiator, jongen, zaak. Oh ja. Dat wil echt niet. Dan moeten we een tie-rip omheen doen. Ja, yeah. Moet die andere kut slagen hier. Nou, yo. Gefixt. Dit werkt nog niet, jongen. Timo, dit gaat nooit werken, gewoon. Maar, dat wat ik heb gefabriceerd gaat werken. Hé, en we deze nou afzagen, hier vastparken. Dat is goed. Brandheester is even op zo dadelijk. Ja, nee, zo werkt dat niet. Hoezo niet? Het is toch hetzelfde als een krimpkous? Nee, maar als je hem daar wil vastmaken, dan komt dat toch met deze niet uit, jongen. Doe nou niet. Nee, ik moet toch eerst doorheen boren, jongen, drupkut. Hetzelfde. Heb je geen bankschroef waar je hem even in kan zetten, anders? Jawel. Jongen, daar hou je niet tegen. Lukken, anders. Dat is niet aan. Zo, hij is er wel. Een denk, denk je nou echt dat ja. Dit gaat lukken? Jongen, wat ben jij ook aan het doen? Jongen, dat werkt toch niet? Dat gaat werken! Ja, dat gaat niet werken. Hoe maken we hem er dan op? Ja, weet ik veel. Ah, nee joh. The fuck ben jij aan het doen? Dat is de bedraad. Nou! Vast. Oh ja, we moeten de ventilator nog aansluiten. Waar is de kabel van de van de is dat niet deze? Ja, zeg niet dat dat die is. Ah. Het is wel die. Ben je serieus? Hij is nog heel. Hij is nog heel, je moeder is nog heel. Ja? Nee, maar dat heeft geen nut, dat schiet uit elkaar. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk wel. Waarom? Weet je hoeveel druk erop komt? Nee. 1.4 bar komt erop. Jongen, dat zat... 1.4 bar komt erop. Ja, dat kan hij wel hebben. 1.4... Timo. Ah. Oh, dat past hem niet. Hoe zat hij? Oh. Ja. Eeuw. Zit hij vast? Dat ding is trekt, jongen. Ik zei het, jongen. Zo kom je niet uit. Dat past. Zie je? Ja. Yo, zit nog beter dan net. Ja, dat zal. Ja. Yo. Deze hierin, dat past echt gewoon geweldig. Let op, Dirk. Dit is het moment du suprême. Is goed. Hij wil er gewoon niet verder op, hè? Oh, maar dat zit ook wel goed. Ja, nu metaalband eroverheen. Dit is echt zo'n woest gekut, dit. Vandaar dat jij. Ja. Hey! Je accu is bijna leeg. Hier nog een beetje. Dit is echt wel stevig. Kill. Alleen die nog en dan doen we er water in. Ja, maar heeft ook een emmertje water. Waarom lekt hij daar bij dat tuutje? Ah, hier is koeler ook lek. Het spuit er nou gewoon. Kijk dan. Het staat nog geen druk op, het spuit er nu al uit. Zullen we het eens proberen? Ja. Oh! Takken, boy! Ja? Ja. Ja! Godverdomme! Maar hij wil toch wel starten nu, of niet? Probeer het eens! 3, 2, 1. Even kijken hoor. Zie je dat Jan op? Die is nog helemaal goed. Wat is dat nou ja? Koppla. Kijk eens bij. Goed. Nou, andere accu erop. Je kunt echt best wel goed cocaïne onder verstoppen. Andersom. Hey. Oh, wel andersom. Godverdomme. Ik ben montuur. Hey. Kijk, als je hier remreiniger zeg maar, opspuit, nu gaat hij lopen. Ja, doe eens.
Waarom draaien we niet gewoon even de bougies eruit trouwens? Maar laat maar wel, want dat hoeft helemaal niet, maar nu staat hij. Nee joh, ah, dat ging niet bijna. Hij loopt echt als een trekker. Gasten, warm draaien. Nee. Je koplakje is helemaal leeg. Even kijken of hij de verbinden milkshake heeft. Ja, dat is de verbinden milkshake. Ja, er zit water bij in. Ja, de kophang is knetterlijk. Als je dit ziet, dan ja, hij stond aan de knek al, zeg maar. Opel Corsa afmeld. Dit wilde zo al uit. Dat is, Dat is niet zo lekker. Kun je die niet overzetten? Die vond hij extra goed, want remreiniger. Misschien dat deze het niet doet, en die wel. En dan loopt de Aguila. Ja. Pas precies! Hey. Deze is hier nog proberen. Het heeft 40 euro's gekost. En toen hebben we eraan gelast. Toen vonk hij niet meer af. Ja, schijn erbij met je pickback. Pickback, weer een nieuw woordje. Ja, dit reguleert ons van alles. Yo, sta. Dat was hem dan. Hij gaat binnenkort naar de sloop, maar voordat dat ding naar de sloop gaat, doen we natuurlijk wel even benzine uit de tank halen, want er zit nog aardig wat in en dan gaan we lekker niet aan hun geven. How we going to benzine out tank. Wat? Ja. Dat is helemaal niet lekker. Ik heb benzine. Ja, je moet zo'n pompje hebben. Hebben we niet. Hier zit brandstoffilter. Ah. Nu moet je hem wel dicht houden, anders zijn we alles kwijt. Hey. Blijkbaar als je hem doorstaat, dan pompt hij echt keihard. Nee, je moet hem bijsturen, die moet je weer insturen. Nou, hier hebben we het laatste wat er is overgebleven van de Corsa, 20 liter benzine. Mooi. Sind wij daar vanaf, joh.